Het hek van slachterij Beernink blijft dicht. De activisten van The Safe Movement mogen het terrein niet op. Wij willen graag de dieren zien en laten zien aan mensen, want wij vinden dat mensen mogen weten wie ze eten. Nu ze niet op het terrein kunnen, staan ze met borden op een regenachtig industrieterrein. Wat we eigenlijk alleen willen is om op het stukje van het terrein te mogen, dat we een paar minuten met de dieren mogen besteden. En in die paar minuten dat jullie met de dieren willen besteden, wat doen jullie dan? Nou ja, dan filmen en fotograferen we de dieren om vervolgens die beelden op social media te delen. Dat mensen in de ogen kunnen kijken van de slachtoffers. Dat mensen kunnen weten wie ze eten. De actievoerders veren op als eindelijk een vrachtwagen met vee het terrein op wil. Want dit is waar ze voor naar Oldenzaal zijn gekomen. Een laatste beeld van de dieren voordat ze geslacht worden. Toch nog gelukt om iets te filmen? Ja, er kwam net een vrachtwagen met kalveren werd aangevoerd, ja, klopt. Ja. Ik zag iedereen dan meteen met camera's opduiken. Zo werken jullie meestal? Ja, want we willen de dieren laten zien, dus we hebben ze gefilmd. Ja. Maar meer dan een paar seconden tijd krijgen ze niet. De hekken van het slachthuis hier in Oldenzaal blijven vandaag dicht. Niet omdat ze iets te verbergen hebben, zo zegt een woordvoerder van het bedrijf, maar omdat ze de actievoerders niet rond de vrachtwagens willen hebben om foto's en video's van de dieren te maken. De dieren zouden er alleen maar meer gestrest van worden, zo zegt hij. Bovendien, ze komen er toch niet uit met deze actievoerders. Zij hun mening, zij gaan ons niet overtuigen en wij hebben onze eigen mening en wij gaan hen ook niet overtuigen. Het uiteindelijke doel van de actievoerders? Geen slacht meer van dieren. Het zijn dieren met gevoel, net zoveel als onze huisdieren. Het zijn dieren die willen leven. En wij vinden dat het eigenlijk onnodig is, omdat we weten dat we gezond kunnen leven zonder dierlijke producten.